Ik kom eigenlijk net binnen, dus ik heb de mooie, heb ik al begrepen, mooie praatjes van de vorige sprekers niet gehoord. Maar ik ga straks natuurlijk alles teruglezen in Meet the Future, het nieuwe boek waar ik de NGPF van harte wil mee feliciteren. En voordat we daartoe overgaan, is mij gevraagd door de NGPF om ook een politiek licht te laten schijnen over de problemen die gepaard gaan met het eten van dieren, met het eten van dierlijke producten. En toen ik daar mee bezig was van tevoren, moest ik denken aan een bericht dat vorige maand verscheen in de boerderij, het vakblad van Agrariërs. En dat ziet u hier achter mij, dat melkveehouders vanwege de slechte melkprijs in één week 50% meer melkvee had doodgemaakt, via de slachterij natuurlijk, dan gebruikelijk. De melkprijs was met 10% gezakt en het gevolg was dat melkkoeien massaal voortijdig werden gedood. En dat is het lot van het dier, dat het dier afhankelijk is geworden van marktbewegingen en ook boeren die afhankelijk zijn geworden van de vrije markt. Dat je daardoor een heel wrang beeld gaat krijgen van waar ons voedsel in feite, waar ons voedselsysteem naartoe aan het groeien is. Dieren als wegwerp, artikelen en boeren die volledig afhankelijk zijn van prijzen en de vraag met name in de wereld. Ik werd 20 jaar geleden vegetariër. Inmiddels ben ik veganist en 20 jaar geleden wist ik absoluut niet dat er zoveel negatieve effecten rondom vlees waren. Ik wist vooral dat het zo slecht was voor dieren en het was vooral een ethisch gevoel waardoor ik besloot om te stoppen met het eten van dieren. En ik had geen flauw benul dat met die stap die ik zette ik ook wat positiefs deed voor biodiversiteit. Dat ik mijn watergebruik verminderde, dat ik mijn energieverbruik verminderde. Dat ik zelfs ook wat deed aan het wat minder erg maken van de scheve verhoudingen in de wereld. De vlees verergert natuurlijk de ongelijkheid in de wereld en armoede. Als we kijken naar hoeveel grondstoffen er toch wel gestolen worden in ontwikkelingslanden. Terwijl de ontwikkelingslanden die grondstoffen heel goed zelf zouden kunnen gebruiken voor een eigen consumptie of een eigen productie. Niets van dat al was mij bekend. Het was een ethische afweging om te stoppen met het eten van vlees. En ik begon eerst met het stoppen van het eten van koeien. En toen van varkens. En toen van kippen en andere vogels. En toen pas met het eten van vissen. En eigenlijk is dat heel vreemd dat we dat doen. Het is ook wel weer begrijpelijk vanwege het gevoel dat je misschien wat meer hebt als het gaat om koeien of varkens die wat dichter bij je staan, misschien gevoelsmatig. Maar als mensen aan mij vragen, als ik nou zou moeten stoppen met het eten van dieren, waar zou ik dan mee moeten beginnen als ik het een beetje geleidelijk zou willen doen? Dan zou ik de omgekeerde volgorde aanbevelen. En omdat op dit moment, kijkend naar de wijze waarop vissen worden geoogst, tussen aanstekens, dan is dat op een hele vrede manier. Het gebeurt op een hele grootschalige manier en het bedreigt ons voortbestaan van zowel dieren als mensen. Maar goed, ik zou absoluut niet aan leedconcurrentie willen doen. Het zou het allermooiste zijn als je onmiddellijk de stap gaat maken om totaal geen dierlijke producten te eten. Maar we weten allemaal dat, ik ken eigenlijk bijna weinig mensen die van de ene op de andere dag veganist zijn geworden. Het gaat vaak met kleine stapjes die je zet, maar je bent dan al wel bezig om je leven een stuk compassievoller en een stuk duurzamer te maken als je al één dag in de week geen vlees eet of twee dagen en zo kun je dat uitbreiden. Onze partij heeft natuurlijk in de politiek veel van deze onderwerpen op de agenda proberen te zetten. En dat doen we dan niet alleen, maar natuurlijk ook met ons wetenschappelijk bureau, de NGPF. En we hebben in 2007, toen zaten we een jaar in de Kamer, hebben we dan ook een documentaire gelanceerd in Tuschinski over de klimaateffecten van Meet the Truth. Van het feit dat wij zoveel vlees eten
En dat wij de waarheid rondom vlees eten ook nu eens maar op, in een filmisch document moeten laten zien. En het boek wat we vandaag zullen gaan krijgen, borduurt er eigenlijk op voort. Op al die negatieve effecten rondom vlees eten, rondom melk drinken, rondom vis eten. De auteurs van vandaag hebben daar zeer waarschijnlijk ook uitvoerig met u over van gedachten gewisseld. Maar ik kan u wel vertellen dat toen wij in 2007 met de film Meet the Truth kwamen, er in de Kamer vooral lacherig over werd gedaan. Zoals over heel veel onderwerpen met betrekking tot groen, met betrekking tot dieren. Over hoe daarop wordt gereageerd. Gerda Verburg, toenmalige minister van LNV, die zei: de film kan niet kloppen. Het is een grote leugen. En ik laat onderzoek doen door de Wageningen Universiteit naar deze film of er niet grove leugens in staan en dat we dat moeten gaan aanpakken. En ook Aalt Dijkhuizen, de toenmalige voorzitter van de WUR, zei ook dat het absoluut niet zou kunnen kloppen, deze film. En Annie Schreier, de voorzitter van de Landbouwcommissie in de Tweede Kamer, zat dezelfde avond bij Pauw en Witteman en vertelde dat het ook een grote verdraaiing van feiten was. En dat zij met een eigen film zou komen, De Waarheid als een Koe, van Annie Schreier. Maar beste mensen, ik kan u vertellen, die film is nooit gekomen. Ook bladen als Elsevier hadden geen goed woord over voor de film. Zeiden zelfs dat het goed was voor het klimaat om vlees te eten. En misschien kent u wel die zichzelf noemende onderzoeksjournalist, meneer Roosendaal. En hij is vooral een groot pleitbezorger van het eten van legbatterijeieren. Dus dat was ongeveer dan de teneur in eerste instantie. De Wageningen Universiteit ging Meet the Truth inderdaad checken. En na 3 maanden noest rekenwerk moesten zij tot hun spijt wellicht toegeven dat alles klopte in de film. En nadat onderzoeksjournalist van de NCRV vervolgens het WUR-rapport had gelezen, moest de NCRV concluderen dat er nogal wat blunders waren begaan door de Wageningen Universiteit tijdens dat rekenwerk, omdat het allemaal nog veel erger was, blijkens internationaal onderzoek. En zo zie je dus waar wij mee te maken hebben als wij proberen om de vleesconsumptie en vleesproductie op de kaart te krijgen. Je krijgt te maken met een enorme tegenkracht, met name vanuit de vleesindustrie, maar ook vanuit universiteit in Wageningen. En dat zou je toch niet verwachten van een zich onafhankelijk noemende universiteit. Maar dat heeft ook alles te maken met het feit dat deze universiteit als enige universiteit resorteert onder het ministerie van Economische Zaken, in tegenstelling tot dus de andere. Maar het werd toch opgepakt. In de kranten kwamen artikelen over dat het nodig was dat er iets van een vleestak zou moeten komen. Een vegetarische dag zou een goede stap zijn naar een duurzame samenleving. Paul McCartney begon ook rondom die tijd, niet naar aanleiding van onze film, maar wel in dezelfde tijd, met Meat Free Monday campagne. En tijdens Prinsjesdag in 2009 had ik een koksmuts op met daarop Meat Free Mondays. En toen kregen we vervolgens een brief van Paul McCartney, waarin hij mij feliciteerde met deze actie op het gekostumeerde bal van de koningin. Dat was prachtig. En dat hij heel graag ook me wilde ontmoeten, de partij wilde leren kennen. En hij is ook een van de vele bekende mensen geweest die afgelopen jaar ook onze partij heeft gesteund in onze Europese verkiezingscampagne. En dus het is een groot sympathisant van de Partij voor de Dieren. Het ministerie van Vrom, toen nog Vrom geheten, die zei tijdens de begrotingsbehandeling van over onder andere milieu in 2010 dat op het ministerie van Vrom alleen nog maar vegetarisch zou worden geserveerd tijdens officiële diners. Behalve als mensen iets anders echt wilden, als per se een dier wilden eten, dan kon dat ook. En dat was toch wel een aardverschuiving binnen het ministerie. Want
als je een milieubewust ambtenaar was, dan reed je vooral een Toyota Prius en had je op zich weinig met vermindering van vlees eten. Maar je zag toen al de shift steeds meer naar een vermindering van die vleesconsumptie en dat dat steeds bekender werd. Ook tijdens diezelfde kabinetsperiode, kabinet Balkenende IV, werd er nagedacht over een verandering van het fiscale systeem. En de directeur-generaal vertelde ook in het rapport wat dat verscheen, dat het interessant was om te kijken of je btw-tarief op vlees kon verhogen van 6 naar toen nog 19%. En of je ook niet kon komen met een speciale tax voor veevoer dat onduurzaam werd geproduceerd. Dat betekent dus vooral soja uit Brazilië en andere landen. Daar is officieel dan dus aandacht voor aangegeven, maar daar is nog niets mee gedaan. En vorige maand had ik een gesprek met de staatssecretaris van Financiën en hij heeft ons beloofd dat hij opnieuw zal gaan kijken naar een mogelijkheid om een dergelijke grondstoffentax of een vleestax, dat wat meer met de consumenten te maken heeft, om dat dan te kijken naar de voors en tegens. In 2010-2011 is er in de Tweede Kamer een initiatief gekomen om gezamenlijk, eigenlijk wat ten goede moest komen voor de hele Kamer, een onderzoek uit te voeren naar wat dan de Kamer op dat moment ook maar bewoog. En het eerste wat toen werd bedacht was dat het belangrijk was om te kijken naar de verborgen kosten van ons voedsel. We hadden daar ook flink voor gelobbyd binnen andere politieke partijen. En zij waren het met ons eens dat het belangrijk was om daar iets meer over te weten, aangezien we steeds vaker debatten kregen over voedselzekerheid, voedselveiligheid en ook het recht op voedsel, meer in brede zin voor toekomstige generaties of dan de dierlijke voedingsmiddelen nog wel van deze tijd zijn. En dan zou je denken, nou, dat gaat de goede kant op. Zelfs de politieke partijen zoals D66, GroenLinks, ChristenUnie hebben het over een vleestax. D66 heeft het bijvoorbeeld in haar verkiezingsprogramma gezet in 2012. Nou, er is duidelijk, zijn de geesten een beetje rijp voor een duidelijke verandering. Maar er moet nog heel veel gebeuren, kan ik u vertellen. We hadden vorige maand hadden wij een debat over klimaatbeleid en over de klimaattop die toen gaande was. En ik had een debat met Diederik Samson, die natuurlijk bekend is geworden juist in zijn strijd voor het milieu als Greenpeace-activist. De man die gaat over groene energie en over duurzaam leven. En ik vroeg hem of hij nou open stond voor een vleestax of op een andere manier in ieder geval de mensen te verleiden om minder vlees te gaan eten. En toen zei hij, mevrouw Thieme, wij leven niet in een communistische staat. Wij gaan mensen niet vertellen wat zij moeten eten. En dat was voor mij werkelijk echt, ik was gewoon flabbergasted, dat iemand uit de milieubeweging zoiets dergelijks, en werkelijk een karikatuur maakt van waar we mee bezig zijn, durft te zeggen. En ook Zijlstra die had het over dat het betuttelend was om te vertellen wat mensen in hun mond stopten. En toen ik zei tegen hem, maar hoe betuttelend is het dan om mensen te verbieden om een jointje in hun mond te steken? Want dat wilt u wel verbieden. Waarom is het dan zo vreemd of absoluut onaanvaardbaar om mensen te vertellen wat wel en niet gezond is of wat wel en niet duurzaam is? Dat gaat veel minder ver dan wat u wil. U wil namelijk verbieden wat mensen werkelijk eten. En dat willen wij helemaal niet. Maar staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken probeert ook te pas en te onpas over de Partij voor de Dieren te zeggen dat wij willen verbieden dat mensen vlees of melk consumeren. En daarmee proberen deze politici de hele discussie in een kwaad daglicht te stellen of in een daglicht te stellen van het is onmogelijk om daar iets tegen te doen, tegen vleesconsumptie, want in feite ben je gewoon dictatoriaal bezig en wil je mensen allerlei dingen verbieden. Terwijl we weten heel goed en we accepteren ook dat we minder met de auto moeten gaan rijden, dat we vaker de trein moeten nemen, dat we minder vaak moeten douchen of in ieder geval, wat zeg ik nou dan, in ieder geval minder lang bedoel ik. Maar minder vaak is misschien ook nog, sommigen gaan 2 keer per dag. Maar in ieder geval minder lang.
En dat allemaal heel normaal is om daarover na te denken. Maar dat als het dan gaat om wat er op je bord ligt, dat dat dan iets is wat een groot taboe is. Nou, dat vind ik bijzonder. En het is mooi om wel te zien dat steeds meer mensen in Nederland al zelf voor kiezen om minder vlees of minder melk te consumeren. Nog maar een kwart van de Nederlanders eet elke dag vlees. Een kwart nog maar. Dus het is helemaal niet meer zo vanzelfsprekend om zoveel vlees te eten. En ik vind dat hele goede ontwikkelingen. En dan zie je ook weer op dit dossier dat de politiek weer achter de feiten aanloopt. Achter die steeds grotere bewustzijn wat er sowieso in de samenleving al is rondom het consumeren van vlees. En een andere politicus, zoals Van Haarsma Buma, die vindt het natuurlijk ook helemaal niet dat wij pleiten voor een inkrimping van de veestapel en minder vlees eten. Want dat doet hij op zo'n manier dat hij zegt dat wij alle boeren uit Nederland willen wegjagen. En op die manier maakt ook hij weer een karikatuur van iets wat heel serieus aangepakt moet worden. En gelukkig zijn er ook steeds meer wetenschappelijke rapporten die ons ook helpen om die boodschap helder, duidelijk en gefundeerd voor het voetlicht te brengen. Zo heeft Chatham House, een denktank uit de UK, Groot-Brittannië, vorige maand een rapport uitgebracht waarin zij ook aangeeft dat het zorgelijk is dat zoveel beleidsmakers, zoveel politici weigeren om de hele vleesproductie en vleesconsumptie aan de orde te stellen. Dat daar een groot taboe op heerst. En ze hebben een onderzoek gedaan waar dat nou toch toe komt. Dus het is echt zeer lezenswaardig. En het heeft vooral te maken ook weer met dat korte termijn denken. Een inconvenient truth komt natuurlijk een politicus helemaal niet aan. Die wil graag het goede nieuws vertellen. Maar ze vergeten dat juist het goede nieuws is dat als we allemaal minder vlees gaan eten, dat er dan veel meer ruimte is voor de natuur, veel meer ruimte is voor dieren, veel meer biodiversiteit is. Maar op een of andere manier weten ze dat niet goed in te bedden in hun verhaal en proberen ze dan maar uit de weg te gaan. Chatham House heeft ook aangegeven in dit rapport dat we niet eens de klimaatdoelen gaan halen als we niet iets doen aan de vleesconsumptie. Dus ook al zouden we alles gaan verduurzamen in termen van hernieuwbare energie of een maximale recycling van grondstoffen, dan nog steeds zullen wij de maximale opwarming van de aarde van 2 graden niet gaan halen als wij door blijven consumeren zoals we dat nu op dit moment doen. Dat zijn alarmerende rapporten. Daar kunnen wij gelukkig heel veel mee in het politieke debat. Maar het is natuurlijk alarmerend dat zulke rapporten door een staatssecretaris van Economische Zaken gewoon eigenlijk genegeerd worden. Alhoewel ik wel voor elkaar heb gekregen, samen natuurlijk met mijn collega's, dat hier een reactie op moet komen van door het kabinet geschreven. Het kabinet wil heel graag business as usual. Vooral doorgaan op de ingeslagen weg. En in het regeerakkoord staat dat zij zich zullen gaan houden aan de aanbeveling van de commissie van Doorn. Die commissie heeft de negatieve effecten van de veehouderij bestudeerd en de toekomst van de veehouderij bestudeerd. En Daan van Doorn, voormalige topman bij Vion, de grootste slachter van Europa, die heeft gezegd, en dat vond ik dan wel weer mooi, dat als wij met z'n allen doorgaan op de manier zoals we dat nu doen, met zoveel consumptie, dat we dan 4 aardbollen nodig hebben. Maar, zei die direct erachteraan, we zullen de wereld moeten blijven voeden, dus we zullen moeten gaan intensiveren. En grootschaligheid, zoals megastallen, zijn gewoon ook een antwoord op die groeiende vraag naar voedsel. Er moeten dus gewoon meer megastallen komen. En daarmee schaart ook de commissie van Doorn zich achter mensen als Louise Fresco en Aalt Dijkhuizen van de WUR, die ook zeggen dat we vooral in moeten zetten op technologie, veel meer megastallen met luchtwassers erop, zodat ze dan ook nog een beetje groen zijn. En we exporteren zelfs megastalsysteem naar de Oekraïne met ontwikkelingsgelden. We exporteren vlees naar China. We hebben de Chinese premier wijsgemaakt dat alle schoolkinderen in China een 0,5 liter melk, Nederlandse melk, moeten gaan drinken. Terwijl 80% van de Chinezen lactose intolerant is. Ja. We zijn zo verslaafd aan groei, we zijn zo verslaafd aan grootschaligheid, dat wij zelfs onze fouten willen gaan exporteren naar het buitenland. En dat we onze consumptiepatroon willen gaan stimuleren in landen elders op deze aarde.
We kunnen niet meer denken in andere patronen. We willen heel graag de melkboer en de slager van de wereld gaan worden. En gelukkig zijn er steeds meer mensen die het geloof verliezen in die grootschaligheid, in dat megalomane denken. En willen anders en geloven ook dat het anders kan. Maar goed, we hebben te maken met een enorme sterke lobby vanuit de vleessector. Dus er is nog heel veel werk te doen. Maar mensen denken dat wij de natuur in onze hand kunnen zetten. Dat wij door middel van technologische systemen wij dieren zo onnatuurlijk kunnen houden zoals we dat doen in megastallen. En we dachten op een gegeven moment dat we de dierziekte wel in de hand hadden. Maar we kregen tussen 2007 en 2010 te maken met de Q-koortsepidemie. Wat 26 mensen het leven heeft gekost. 1600 mensen chronisch ziek zijn geworden. En vele mensen dood en doodziek nog steeds thuis zitten zonder werk. We hebben de Q-koortsepidemie gehad. We hebben nu weer de vogelpestepidemie. En het is wachten op de volgende uitbraak. Waarmee weer duidelijk wordt dat het een onhoudbaar systeem is geworden waar we van af moeten. En waar we veel meer kunnen gaan bereiken als we gaan inzetten op plantaardige consumptie. Want natuurlijk, we hebben boeren die het geweldig goed willen doen. Die graag dieren een modderpoel gunnen. En dat is natuurlijk ook geweldig. En je wil ook graag dat boeren op deze manier met dieren omgaan. Alleen, wij kunnen de wereld niet voeden met biologisch vlees. Dat kan simpelweg niet. We hebben te weinig grond daarvoor, we hebben te weinig grondstoffen. Het is niet mogelijk. Dus dit is een uitzondering voor mensen die het echt niet zonder vlees zouden kunnen. Maar het is niet een oplossing voor het wereldvoedselprobleem. Hoe graag sommige mensen dat ook zouden willen. Ook de welzijnsproblemen in de biologische veehouderij zijn significant. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat er nog steeds kalfjes moeten worden geboren. Ook voor biologische melk die vervolgens ook afgemest worden. Vaak ook in eenzaamheid. Je hebt ook te maken met haantjes binnen de biologische kippenhouderij die van minder waarde zijn en die dus ook gewoon na één dag of binnen een dag worden versnipperd. Dat is niet anders in de biologische veehouderij als in de gangbare veehouderij. En eigenlijk is het zo vreemd dat wij nog steeds denken dat we eiwitten moeten produceren door eerst plantaardige materiaal via het maag-darmkanaal van een dier moeten laten gaan om dan 10% eiwitten over te houden. Dat is zo ongelooflijk veel verspilling van grondstoffen. Dat zou toch in onze hoogtechnologische samenleving toch op een hele andere manier kunnen. We hadden vroeger trekpaarden, 20 miljoen in de wereld. En we hebben dat ook door middel van slim nadenken kunnen veranderen in trekkers. En hopelijk zullen dat ook trekkers worden die bijvoorbeeld op zonnepanelen gaan werken. Maar in ieder geval hebben we het dier niet meer nodig voor onze akkerbouw. En zo kunnen we natuurlijk ook de slachtdieren bevrijden uit de voedselketens. Dat is mijn stellige overtuiging. Het is onzin om dat via het maag-darmkanaal eiwitten te gaan produceren als wij rechtstreeks van het land kunnen eten en als we daar heerlijke alternatieven voor kunnen bedenken. Wat is nou mooier dan, zoals nu bijvoorbeeld een vleesvervanger, dat je in plaats van dat je van 1 kilo soja maximaal 300 gram kip produceert, dat je van 1 kilo soja maar liefst 2 kilo vleesvervanger maakt. Kijk, dat zijn mooie manieren om de wereld te voeden. En daarnaast zullen we ook ons moeten gaan realiseren dat we niet alles moeten gaan inzetten op eiwitten. Harry Eiking heeft daar ook al het een en ander over gezegd. Misschien vandaag, maar in ieder geval ook eerder. We eten sowieso te veel eiwitten. We zullen minder eiwitten moeten gaan eten. Naast dat we de veestapel moeten gaan inkrimpen, wordt er ook nagedacht over hoe dan de veehouderij klimaatbestendiger kan worden. En dit kabinet heeft nagedacht over een climate smart agriculture. Maar dat lijkt goed nieuws, maar het wordt zo breed geïnterpreteerd dat bijvoorbeeld ook Monsanto en systemen met Monsanto vallen onder climate smart agriculture. En ook kunstmest en gif mogen worden gebruikt bij klimaatslimme landbouw. Dus het blijkt erop dat
nu waar er heel veel reclame voor wordt gemaakt, klimaatslimme landbouw, dat het vooral een vorm van greenwashing is. Je verzint een mooi groen sausje, maar de lading ervan is nog steeds gewoon veel mest, veel kunstmest, veel gif en waarschijnlijk ook genetisch gemanipuleerde gewassen. Ze zullen op een andere manier ons voedsel moeten gaan produceren. En daarbij heeft de consument absoluut het wapen in handen, namelijk de vork die veel machtiger is nog dan je autosleutel, omdat je met je consumptie zo ontzettend veel invloed hebt op biodiversiteit, op het watergebruik, op energiegebruik en noem maar op, en natuurlijk ook op het welzijn van dieren. Dus ik vind het geweldig dat steeds meer mensen dat realiseren, dat er steeds meer wetenschappers ook zijn die zich bezighouden met de vleesproductie en de negatieve effecten voor onze gezondheid, voor het welzijn van dieren en voor het milieu. En het is belangrijk om mensen te hebben die anders durven te denken, die buiten de kaders durven te denken, net als deze boom. En ik hoop dat u allen vandaag heel veel inspiratie heeft gekregen en ook heel veel argumenten heeft gehoord om ook uw omgeving te inspireren om op een andere manier om te gaan met voedsel, op een andere manier te gaan consumeren. Want uiteindelijk begint natuurlijk gewoon echt de wereld bij jezelf, zeker als het gaat om dit onderwerp. Dank u wel.